Klaar voor? Ja. Hey, leuk dat je er bent. Een vraagje aan jou. Ben je wel eens gefrustreerd? Jazeker. Ja, eigenlijk wel. Ja. Valt eigenlijk wel mee. Ja. En hoezo ben je dan gefrustreerd? Nou ja, vaker om sociale problemen of unie eigenlijk. De grootste frustratie denk ik, veel verschillende aspecten dan nou, ik denk onrecht toch wel. Meestal school. En noem je dat dan een grote of een kleine frustratie? Klein. Als ik te weinig tijd heb. Te weinig tijd? Ja. En noemt u dat dan een grote of een kleine frustratie? Dat is een intense frustratie. En hoe deal jij met je frustratie daarover? Nou ja, ik heb van mijn ouders denk ik vanaf jongs af aan geleerd 10 tot 10 tellen eigenlijk. Letterlijk dat, heel simpel. En waar ik het dan vooral lastig mee heb is onrecht op tijdens sport, hockey eigenlijk. Ja. En wat doet u eraan om die frustratie te voorkomen? Nou, dan moet ik mijn tijd beter indelen en veel meer zorgen dat ik in het moment leef. Want je wil altijd te veel, hè? En er is nooit genoeg tijd. Gewoon rust nemen, rustig inademen tot 10 tellen, zoiets. En werkt dat vaak of heb je ook wel eens dagen dat niet helpt? Nee, dat lukt wel meestal. Ik ben niet zo heel vaak heel boos. En is dat dan ook jouw tactiek om rust te brengen als je gefrustreerd bent? Gewoon... Ja, ik denk dat in de ene situatie is het lastiger dan de andere. Dat is het gewoon. En ik denk dat tot rust brengen... Kijk, soms moet je echt personen wel laten. Soms is het gewoon belangrijk dat je iemand gewoon zijn gang laat gaan en die is dan gefrustreerd. En op een gegeven moment houdt de frustratie ook op. Het is niet dat je dat altijd kan hebben, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je gewoon met elkaar kunt praten. En als je langzaam door dat gesprek heen, dat gewoon, ja, dus die frustratie wel echt afneemt. Nou, dan neem ik even pauze. En dan denk ik, ach, het valt allemaal mee. Ik maak mezelf veel te druk. Ja. Ja. En helpt dat vaak? Of zijn er ook wel momenten dat het echt dat je gewoon de volgende dag weer moet beginnen? Nee, dat helpt wel. Ja, dat helpt. Ja, nu kan het niet meer, maar andere dingen helpen ook, hè. Sporten, uit eten gaan, op een terras zitten, wandelen. Een rondje wandelen. Ja. Het kan allemaal. En wat zou jij als tip geven aan de mensen die gefrustreerd zijn en die niet weten hoe ze dat moeten oplossen? Ja, wat ik zei, bij mij helpt praten gewoon heel erg. En alles een beetje op een rijtje krijgen, een beetje een realisatiepunt zien te vormen door middel van praten. Dat helpt gewoon heel erg. En met die realisatie kan je meestal ook een aanpak bedenken van hoe gaat dit beter kunnen worden voor mij. Met iemand praten die wel weet, misschien die ervaring heeft met dat soort dingen. Ik zou zeggen, blijf kalm. Het komt allemaal goed. Uit het. Doe het via, zoals ik het ook soms dan heb. Ja, ik word dan wel gefrustreerd van sport. Maar doe het via sport. Of heb een uitlaatklep bij iemand die je vertrouwt. Of zelfs misschien bij iemand die geen belangen bij je heeft. Dat maakt het ook makkelijker om te praten, vind ik dan. En gewoon heb het erover. En wat als mensen niet kalm kunnen blijven? Denk aan iets wat je waardevol vindt. Vind ik een hele mooie afsluiting. Ja? Ja. Oké. Okay. Hartstikke bedankt voor uw antwoorden. Nou, ik hoop dat iedereen er iets aan heeft. Ja. Ja. Dat zal vast wel.